De valutamarkten staan in de ban van de Europese Centrale Bank, die vandaag bijeenkomt. De euro heeft al een voorsprong erop genomen. De markten anticiperen al een aantal weken eigenlijk op een eventuele aanpassing van het of het rentebeleid of het opkoopprogramma van de ECB. Vandaar dat de euro begin van deze week opliep tot 1,16 bijna. 1,1580 was het hoogste punt. Afgelopen dagen ietsje teruggekomen. Handelen nu rond de 1,15 vlak voor de persconferentie van de ECB. Al naar gelang hoe die conferentie uitvalt, zal de markt ook weer verder gaan handelen. Met andere woorden, gaat Draghi de markt eerder wat teleurstellen, dan zal de euro wat verder zakken, richting de 1,14, 1,1450. Maar zal niet veel verder zakken, omdat de markt dan zal speculeren op een eventuele aanpassing bij de volgende zitting. Zal Draghi de markt wel weer wat hoop gaan geven op een eventuele aanpassing, dan zal de euro zeker zijn mars richting 1,16 verder voortzetten. Kortom, stelt Draghi de markt iets teleur, dan zal de euro licht dippen. Bevestigt Draghi echter de verwachtingen van de markt, dan zal de euro verder aansterken en zal 1,16 het volgende koersdoel zijn.